19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. We zijn benieuwd, Henk Krol, krijgt hij de lachers op zijn hand of heeft hij de feiten weer niet op orde? De fractievoorzitter van 50PLUS in de Kamer is Henk Krol. We kennen hem als iemand die, als we de goede punten van hem gaan beschouwen, de lachers op zijn hand krijgt en altijd in is voor een goede grap. En dat werkt daadwerkelijk goed, zelfs in een heel serieus debat als de algemene politieke beschouwingen. Misschien juist in een saai debat, want daar heb je af en toe nodig dat iets opvalt. En daar is Henk Krol heel erg sterk in. Als u nou echt iets voor die ouderen waar wilt maken, echt iets wil binnenhalen, dan zult u tot een compromis moeten komen. 66? Zal ik u iets zeggen? De afgelopen jaren waren wij de enige partij die opkwamen voor de ouderen. Geeft u en heb antwoord? Je gezien, 66? En heb je gezien wat er gebeurd is? Een compromis, ineens, meneer twee Krol, weken voor de verkiezingen, u geeft geen antwoord zie je al deze de partijen vraag. Ineens met voorstellen komen voor ouderen die ze de afgelopen tijd hadden okay. kunnen doen. Ik constateer ik ben er trots dat op dat wij dat onderwerp op de agenda op hebben vraag. Gezet. En dat vind ik het meest belangrijke. Maar let op. Er zijn ook zaken die hij beter voor elkaar moet krijgen. En wij zeggen dan altijd bij het Nederlands Debatinstituut de logos, de inhoud. Als je de feiten niet op een rij hebt over de ouderen, dan krijg je er flink van langs. En dat is meer dan terecht. En let op, hij heeft nogal wat precedenten, zoals allerlei mensen die overleden zijn feliciteren op Facebook. Dat is niet altijd slim. Kortom, heb je feiten in orde. Vond je dit een leuke video? Vergeet ons dan vooral niet te liken. En wil je meer tips ontvangen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.